Het eerste vrijheidsvuur, waar het vandaag om draait, werd in 2019 vanaf de markt in Asten verspreid en daar waren 5 Peelgemeenten bij betrokken. Dit jaar zijn we met 11 gemeenten bij dit proces betrokken en dat vind ik heel erg fijn, omdat we in die tijd ongeveer ook hetzelfde, rondom dezelfde lijn waar ingevochten is, hebben meegemaakt en dat verbindt ons. Dit vandaag is de 4e editie bij de kasteelruïne hier op het Haag-Eind. En u zult het misschien niet weten, maar die ruïne die staat symbool voor oorlogsgeweld. Ja, eigenlijk de gemeente Helmond heeft zelf toch ook nog een herdenking? Jazeker, maar vandaag in Deurne hebben we gevierd dat het vrijheidsvuur over de Peel uitgewaaierd is. Als een lopend vuurtje gaat het door de Peel. Op 18 september... wordt in Eindhoven het vuur wat vanuit Bayeux gehaald is, wordt op 18 september in Eindhoven ontstoken. En daar halen wij het weer op als De Peel, om het hier vandaag in Deurne, volgend jaar zal het in Laarbeek zijn, het te verdelen over alle gemeenten in De Peel. En die zijn allemaal in september bevrijd. En bij al die bevrijdingsvieringen wordt het vuur dan ontstoken in de diverse gemeenten. Zo ook in Helmond. Nou, Helmond is op 4 verschillende data, 3 verschillende data, het zijn 4 vieringen, maar het is op 3 verschillende data, is Helmond bevrijd. Op 22 september is Stiphout en Mierlo-Hout bevrijd, 1944. Op 24 september is Brouwhuis bevrijd, was toentertijd ook een kerkdorp. En op 25 september was heel Helmond bevrijd. En daar zijn ook de data waarop wij in de diverse wijken en in het Hortensiapark de bevrijding vieren. Dus op 22 september om 7 uur in Mierlo-Hout en in Stiphout. Op 24 september om 7 uur in Brouwhuis. En op 25 september is om 18:30 in het Hortensiapark de viering van de bevrijding van Helmond. En we hopen dat na 2 jaar waarin het allemaal een beetje moeilijk was, want niet iedereen mocht erbij zijn, niet iedereen mocht komen. We hopen op heel veel Helmonders die met ons samen de vrijheid in verbondenheid willen komen vieren.